Vandaag ga ik slijm dat ik gekregen heb van fans testen. Doe alvast een duimpje omhoog en abonneer zeker op mijn YouTube kanaal. Het is volledig gratis. Druk ook op het belletje zodat je nooit een video hoeft te missen. En laten we maar beginnen. Ik heb dus op meeting superveel slijm van jullie gekregen. En ik ga dat allemaal testen. Je ziet hier een volledige bak. Vol potje slijm. Laten we beginnen. Dit is het eerste slijm dat ik eruit haal. En het zit in een groen potje. En het ziet zo roze, paarsachtig, met heel veel glitters erin. Deze wordt echt goed. Dus dit is het eerste slijm. En hij is redelijk plakkerig, wat ik wel een beetje minder vind. Maar alsnog super leuk en super lief dat een fan voor mij dit heeft gemaakt. En wow, het trekt echt goed. En ik vind dit slijm ook heel mooi. Dit is het tweede slijm dat ik hier zie. En wow, het heeft echt een super mooie kleur. Echt fluoroos. Oeh. Oh, deze plakt echt hard. Oei. Ja. Ik denk niet dat... Oei, 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 oei. Oké, ik vind de slijm echt super mooi, maar hij plakt helaas echt te veel. Oké, dat slijm was een beetje plakkerig, maar ik denk ook dat het is omdat het al heel lang in het potje zit. Dus ja, dat zal daarom heel wel zijn. Maar ik wil één ding zeggen, ik vind het allemaal super lief dat jullie zulke dingen voor mij maken. En ik ben hier helemaal niet om het af te breken of zo. Ik maak juist deze video om te laten zien dat ik toch wel iets doe met het slijm. Dus ja, ik vind het gewoon super lief dat jullie dit hebben gegeven. Dankjewel alvast. Oké, het derde slijm is heel veel. Het is een heel groot potje. En ik zie er zo van die bolletjes in zitten, dus ik ben heel benieuwd. Deze plakt niet zo hard zoals de vorige. Hij plakt wel nog een beetje, maar hij blijft niet echt zo hard plakken. Dus dat is echt goed. Wow. Oké, hij plakt wel een beetje. Maar waarschijnlijk ook gewoon dat deze heel lang in het potje heeft gezeten. Maar ik vind hem wel echt super leuk. En ook echt nice dat er zo van die bolletjes in zitten. Crunchy slime. Dankjewel voor dit slijm. Dan de volgende is dit. En er staat op snow slime. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zie wel al dat die witte bolletjes er weer in zitten. Wow. Deze plakt totaal niet. En heeft ook echt een mooie kleur. Nu begrijp ik waarom het snow slime heet. Het voelt ja, gewoon als sneeuw. Het is echt vreemd, maar het voelt gewoon ja. En hij is ook echt rekbaar. Wow. Ja, deze slime vind ik echt nice. Dankjewel. Op naar de volgende. Ik zie hier een potje en er staat op Made with Love. XXX Anke en Be Yourself staat er ook op, dat is mijn slogan. En ik zie hier twee lagen, ik denk dat dit het slijm is en dit de bolletjes. Ja, ik denk ook gewoon dat dat heel lang in de verpakking heeft gezeten, dat dat naar onder is gewakt. Maar ik ben heel benieuwd. Wow, deze is zo crunchy en plakt niet. Cool. Ik ga hem uithalen. Echt een super mooie kleur. En hij ruikt ook lekker. Nou, dit is dus het slijm. Hij is redelijk plakkerig, maar
Nee, eigenlijk niet. Het voelt alsof het redelijk plakker is, maar het blijft niet zo hard plakken. Dus ja, dankjewel voor dit slijm. Dan de volgende is weer zo'n blauw potje en nu staat er op crunchy slime. Ik ben heel benieuwd. Wow, deze is echt crunchy. Cool. Oh, er zitten ook strijkparels in. Ja, deze en het plakt ook helemaal niet. Deze voelt echt goed aan. Ik ben zeer tevreden. Dan de volgende is dit super schattig bakje. En hier zie ik zwarte en paarse kleuren, dus ik ben heel benieuwd. Wow, dit is echt zo de vorm van een bakje. Oh my god, deze is zo goed. Die plakt totaal niet. Gewoon de textuur vind ik zo leuk. Echt super leuk. Dankjewel. De volgende dat ik hier uithaal is dit schattig potje. Oh, dit is echt een heel mooie kleur. En ook super goed snijden. Het voelt echt goed. Oh, kijk hoe mooie kleur hij is. Een beetje metallic-achtig. En er zitten ook glittertjes in. Het is een beetje doorzichtig. Ja, deze vind ik echt heel mooi. Wow. Kijk het geluid. Ja, de textuur vind ik ook super goed gelukt. Kijk, dit is zo helemaal doorzichtig. Zo cool. Dankjewel voor dit slijm. Dan de volgende is een hele vreemde. Het is een zwart potje. Ik denk niet dat deze zelf gemaakt is, maar alsnog super cool. En er staat op Burrow Slime. Ik ben heel benieuwd. Ik krijg hier open. Oh. Eeuw. Wat is dat? Huh? Dit is zo vreemd. Het lijkt gewoon water. Maar het is slijm en het plakt totaal niet. Kijk. Wow. Eeuw. Hij is wel totaal niet rekbaar. Je kan hem niet rekken, maar wel heel cool en raar. Hij plakt echt niet. Maar het voelt gewoon als water. Maar echt super cool slijm. Dankjewel. Die ik eruit haal, is ook een zelfgemaakt en het is weer zo'n schattig potje. En wow, ik zie hier heel veel glitters zitten en hier het slijm, dus het is terug naar de bodem gezakt, denk ik. Maar ik ben heel benieuwd. Ja, het plakt wel een beetje. Ik ga hem proberen uit te halen. Oei, nee, dat ga ik niet lukken. Spijt of niet. Maar ik vind het wel super mooi gemaakt. Maar ik vind het echt een super mooi slijm. En ik denk dat ik het gewoon zo ga bewaren. Omdat het zo'n mooi potje is. En die glitters, wauw. Maar alsnog, super hartelijk bedankt voor dit slijm. De volgende dat ik hier uithaal is dit. En deze slijm ziet er zo cool uit. Ik denk niet, ook vind ik eigenlijk niet dat hij zelf gemaakt is. Want ik heb hem al een keer eerder gehad in de Flying Tiger. Maar ik vind hem super leuk. Ja, deze heb ik al eens gehad. Ik herken die textuur. Maar het is zo'n mooie kleur. En hij is ook echt goed rekbaar en doorzichtig. En ja, dit is echt een topslijm. Dankjewel hiervoor. Het volgende slijm die ik eruit haal is ook een zelfgemaakt. En wow, deze heeft hier glitter. Allemaal en het is een beetje galaxy-achtig. Heel cool. Yes, hij is niet plakkerig. Hij komt er een keer uit. En er zitten twee van die balletjes in, wat ik ook super leuk vind. En ja, de textuur is ook geweldig. Wow, als ik deze
gemeen, echt galaxy-achtig. En het heel veel gluten zien. Ah, kijk. Ik ga het eens uitzoeken. Oeh. Nu is het een beetje zilver geworden. Heel mooi. Dankjewel voor dit slijm. Dan zie ik nog twee slijmpotjes in mijn zak. En als eerste zie ik een heel klein balletje met een heel klein beetje slijm in. Ik ben heel benieuwd. Wow, het ruikt naar een munt. Ah, het is een slijm van tandpasta smaak waarschijnlijk. Oh, dat is cool. Hij heeft niet zo heel erg, maar een heel andere textuur, omdat het waarschijnlijk van tandpasta is. Maar wel super cool en leuk idee. Ja, dankjewel. En dan de laatste, deze groene. En hij ziet er ook echt super mooi uit. Wow. Deze heeft echt een goede textuur. Hij plakt niet. Eet verhit. Ik kan hem niet uittrekken. Huh? Dat is kei cool. Maar echt wel leuk om mee te spelen. Hij is heel roeberig en heel stevig. Dankjewel voor dit slijm. Oké, dat waren alle slijmen. Maar ik heb nu een super cool idee. Ik ga namelijk alle slijmen mixen. Dat ik zo één grote fan slime eigenlijk heb. En ja, ik ben super benieuwd. Dus ik ga er nu allemaal mixen. Oké, we zijn nu aangekomen bij het moment. Ik ga nu alle slijmen bij elkaar doen. En dan hebben we één groot fan slime. Oké, ik ben hier heel benieuwd naar. Ik hoop dat dit echt een goed slijm gaat worden. Ja, laten we beginnen. Oké, al het slijm is nu op elkaar en nu ga ik het mengen. Oké, al het slijm is nu gemixt. En ja, het heeft niet zo'n mooie kleur, vind ik. Een beetje donker paars. Alhoewel, savan ook, maar het zwarte slijm verpest het een beetje. Omdat het een heel andere textuur heeft. En het gaat er niet zo goed bij, dus ja, er vallen heel veel stukjes zwart af. Maar voor de rest is het wel super leuk om te kneden. En het rekt ook redelijk goed. Ik vind het super leuk om te doen. En het is ook leuk om mee te spelen. Dit was dan de video. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen like te doen. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Laat zeker ook ideeën achter voor de volgende video's in de reacties. En dan wil ik jullie nog vragen om alsjeblieft te stemmen op de Feed Awards. Het is helemaal niet moeilijk. Je moet gewoon naar www.feed.nl gaan. Dan naar de categorie Beste Muser. En dan mijn URL ingeven. En mijn URL is steen.dd. Steen-dd. Heel makkelijk om te doen. Het zou heel fijn vinden als je even stemt. Het kost niet zoveel tijd. Oké, ik ga nog een beetje verder spelen met mijn slijm. Tot de volgende keer. Dag! En kijk deze laatste scheetjes. Wacht even. Nog één. Een bolken in mijn mond. Eww.
dancing, we 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 dancing